2014 is een jaar van herstel nadat in 2013 een bodem werd gevonden. De Nederlandse economie krijgt langzaam zeker wat meer rugwind. De arbeidsmarkt toont weer eerste tekenen van herstel en ook stijgt weer het inkomen van de huishoudens licht. Nou, dit alles werkt ook door naar de woningmarkt. De eerste helft van 2014 was qua verkopen het beste eerste halfjaar sinds 2008. Ook de prijs is weer licht gestegen met 1,3% ten opzichte van vorig jaar. Hoe komt dat nou? Het vertrouwen in de woningmarkt is terug. Mensen durven weer een woning te kopen. Ook de hypotheekrente is laag, wat de betaalbaarheid ten goede komt. Wij verwachten ook dat het aantal verkopen dit jaar zal toenemen naar 135.000 tot 145.000 en dat de prijs licht zal stijgen met 0,5% tot 1,5%. Hiermee zet het herstel in de woningmarkt dit jaar door. Gaat dat herstel ook door in 2015? Ja, wij verwachten in 2015 dat de economie verder zal groeien met 1,5% en dat ook het beschikbaar inkomen van huishoudens zal stijgen. Dit zal bijdragen aan herstel op de woningmarkt. Wij denken ook dat het vertrouwen in de woningmarkt zal toenemen gezien de lichte prijsstijging van afgelopen jaar. Hierdoor voorzien wij een toename van het aantal verkopen van 140.000 tot 160.000 en een prijsstijging van 1 tot 3%. Specifiek de nieuwbouw, wat kunnen we daar verwachten? Ja, de nieuwbouw is ook herstellende dit jaar. We hebben gezien dat het aantal verkopen is toegenomen en ook de bouwvergunningen zijn gestegen in de eerste helft van 2014. Dus dit jaar is de markt herstellende en volgend jaar zien we een forse groei. Deze groei zal bijdragen aan de werkgelegenheid in die sector en dat werd tijd ook.